waarover je niet spreken kan. Een glimp van een andere werkelijkheid. Inleiding. Over grote en verheven dingen moet men niet zwijgen, maar groot en verheven spreken. Deze woorden van Eckhart hebben mij de moed gegeven om te spreken, te schrijven en te schilderen over mijn mystieke ervaringen die ik zo rond mijn 12e voor het eerst beleefde. Mijn zwijgen erover maakte mij eenzaam en verdrietig. Soms zijn de woorden die mij gegeven zijn niet genoeg. En dan kan ik mijn ervaringen kwijt in mijn schilderijen. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Het gaat over het onleefbare licht dat zich in mij manifesteert. Zich ontvouwt en steeds weer openbaart. Maar geen houdbare plek kan vinden. Dat ik schilder, schrijf en dicht. Ik durf te zeggen dat die visioenen belangrijke informatie geven en voor sommige mensen een troost kunnen zijn. Niemand is verloren, is een boodschap die ik steeds zie. In de chaos van het leven is een enorme orde aanwezig die wij als mensen, inclusief ikzelf, niet kunnen begrijpen. Net als velen struikel en stotter ik mij door het leven heen. Ik heb geprobeerd mijn mystieke ervaringen en visioenen betreffende het bestaan te verwoorden en te verbeelden. Ik heb gezien dat in de chaos van het leven een enorme orde en structuur aanwezig is, die wiskundig logisch lijkt te zijn en eeuwig is. Misschien geven ze zicht op het leven na de dood, op thuiskomen in een eeuwig licht. Daarover wil ik getuigen, opdat het een steun kan zijn voor ieder mensenkind. Iris van Haren. Ik woon in een oude school, in Bilthoven, naast de kerk. En deze school staat nu 7 jaar zonder kindjes erin. Toen is het een anti-kraakpand geworden, want ze hadden nog geen nieuwe bestemming ervoor. En inmiddels zijn er kunstenaars ingetrokken. En mensen die iets doen met zorg, massage, yoga wordt er gedaan. Er wordt lesgegeven aan kinderen en aan volwassenen. En ik woon hier. Aan de ene kant heb ik mijn atelier en aan deze kant woon ik. Dus dit is een lokaal. En ik heb hier een huiskamer van gemaakt. Ik kom uit een gezin van 4 kinderen. Ik ben de tweede. Ik zit klem tussen 2 jongens. Dat betekent er is 1 ouder en 1 jonger, net tegen mij aan. En nog een nakomeling, dus nog een jongen. Dus tussen die jongens. Veel buitenspelen, ravotten, in bomen klimmen. Ik woonde tegenover een steenfabriek. En daar liep ik op 4, 5 meter hoge stenen, rende ik er overheen alsof het niks was. En ik had daar een hol. En in een hol had ik dan een boekje en wat schrijfwaren. En dat was mijn wereld. Daar trok ik me altijd terug. Het schijnt dat ik toen een jaar of 7, 8 was, ik gevraagd heb aan mijn vader, wanneer mag ik weer naar huis? En mijn vader zei toen, wat bedoel je, je bent al thuis. Ik voelde mij tijdelijk. Ik voelde mij tijdelijk in deze situatie. In de opzet zoals ik leefde. Met deze mensen, op deze plaats. Met wat ik aan het doen was. Maar het voelde als tijdelijk. Ik was 12 jaar. Ik ging net naar de middelbare school. Ik reed op de fiets. Ik was alleen. Op de Koelaan.
van Bunnik naar Zeist. En ik kwam door de bocht heen op de koelaan. En daar stonden ook koeien trouwens. En een weide, ik zie het nog voor me. En vanuit het niets werd ik geraakt door een bliksem. Maar niet van boven door mij heen, maar van achter naar voren, door mijn rug, door mijn buik heen. Echt gewoon een knal, een lichtstraal. En ik viel van mijn fiets. Dat is wat er gebeurde. Maar in die tussentijd was ik verdwenen. Ik werd opeens meegezogen in een hele andere wereld. En ik zag een soort, het was een over. Ik kwam in een overzicht terecht. Het was net, het duurde misschien 1 seconde. In tijd. Maar ik was verdwenen voor heel lang. En ik zag woorden gaan. Ik zag dat. Ik weet nog wat ik dacht. Alles wat wij denken, die woorden zijn er ook. Die zijn nog, zelfs nog sterker dan de woorden die we zeggen. Want die woorden zitten in een soort intentie. Ik zag dat ze in een soort intentie zaten. Nou, al ook 12 jaar. Het kwam zo hard aan. Fysiek kwam het ook heel hard aan. Ging het door me heen. Dus het was fysiek enorm. En maar wat er gebeurde wat ik zag. En niet met mijn ogen, niet met mijn eigen ogen. En ik hoorde ook niet met mijn eigen oren. Ik dacht, maar dat is een heel ander oog of zo. Maar het was waar. Ik wist dat het waar was. Het was net alsof ik op een plaats kwam waar alle antwoorden lagen. Hoe het leven in elkaar zit. Hoe de aarde in elkaar zit, hoe wij mensen in elkaar zitten, hoe over geboorte en dood, over de grote levensvraag eigenlijk. Maar zoveel en zo groot en allesomvattend. Alles kwam samen. Het was een totaal. Ik kwam in een totaal terecht. En dat bedoel ik antwoorden niet. Want ik zeg wel eens alle antwoorden, net of dat ik alle antwoorden of alle informatie in 1 keer kon lezen. Maar dat kan niet, want dat kan ik niet bevatten. Maar in de hoedanigheid waar ik was, bevatte ik het wel. Ik kan alleen zeggen wat de mystieke ervaring is, door te kijken in een boek. In een boek wat iemand dus een mystieke ervaring noemt. En dat wat is mystiek? Dat schijnt dan zich te verhouden tot 7 elementen... waar je aan moet voldoen. Dat betekent jouw ego gaat op in een totaal. Dus je bestaat als mens niet meer. Er is een moment dan ben ik niet meer Iris. Ik ben niet ik. Ik heb geen ik meer. Ik heb geen ego meer. Ik ga op in iets groters. Dus het totale verlies van het ego. Dat is een heel belangrijk onderdeel. 2, het heeft de tijd valt weg. Dus wat misschien eeuwen lijkt, gebeurt in 1 seconde. Dus het tijd valt weg, plaats valt weg. Eigenlijk valt alles weg wat ons niet gek maakt. Kijk, als wij geen tijd en plaats, dus als wij die herkenbare piket in het leven niet meer zouden hebben, nou, dan zou je gek worden, want je zou nergens meer kunnen refereren. Je kan je nergens meer aan refereren. Dat gebeurt. En die andere ben ik vergeten. Die zou ik op moeten zoeken, want
Ik zou ze op moeten zoeken en dan kan ik ze oplepelen. Maar voor mij maakt het niet zoveel uit. Men vraagt aan mij een woord. Waar staat het voor? Wat heb je gehad? En ik zeg meestal, het is een soort bijna doodervaring bij leven. En dat gaat van echt hele kleine diepe tot grote die zelfs nog, die nog de hele dag als een soort sluier om me heen hangen, waar ik ook heel moeilijk vind om te verhouden tot andere mensen. Omdat het zo veel is geweest, dat ik moeite heb om bijna een normaal gesprek te voeren. Er is een systeem, maar er is een... het is zo fantastisch. Het is ongelooflijk gestructureerd. Als ik daar ben, is het een totale orde. En orde in de schoonheid van de orde, zou ik het willen noemen. En de schoonheid is omdat het klopt. Omdat het geen tegenstellingen heeft. Het is perfect. Het is perfect, ja. Ik was er al bijna. Dit is Jan, Jan Meulenbelt. Dag meneer. Ik ken Iris uit, toen was ik denk ik 22, dus 33 jaar geleden. Jan, ik had je verteld van mijn blauwdruk en steeds als ik, ik maak hem steeds opnieuw. Ik had eerst dit geschreven, maar het was ingekleurd en dacht ik, wat is nou die blauwdruk? En de blauwdruk van de mensen. Ieder mens is niet voor niets geboren überhaupt. En geboren is niet het begin. Want voor ons wel. Voor ons is de geboorte het begin en de dood het eind. Maar in de wereld die ik zie, kan dood ook het begin zijn en een geboorte het eind. Want het loopt altijd door. Het is het altijd zijnde iets. Maar als je het neerlegt op al die anderen. Wat ik er interessant aan vind, is dat Iris op haar manier probeert om grip te krijgen op wat is. En daar een naam aan geeft, de blauwprint. Er zijn een heleboel andere stromingen die daar ook een naam aan geven. En Iris zegt veel, er zijn een heleboel werkelijkheden naast elkaar. En er zijn een aantal manieren om uit die werkelijkheid te stappen, om er eens van afstand naar te kijken. En ik kan dat en dat vind ik op zich wel interessant. Want ik denk van, boeiend om dat te horen en boeiend om te bedenken dat dat misschien allemaal wel in de werkelijkheid kan, maar we alleen nog niet zo goed weten hoe. Precies, ze zijn niet meer bepalend. Maar wat wel belangrijk is, op het moment dat ik in die andere dimensie zit, ik heb zo'n ervaring, laten we het noemen, een mystieke ervaring. Dan is dus mijn ervaring als mens, als Iris, als iemand met een mening, die is weg. Ik ben dan onderdeel van alles. Ik ga op in iets wat ik noem thuis. En daar vallen alle tegenstellingen weg. Ik heb de boek gelezen en ik heb een aantal keren gezien hoe Iris invloed heeft op andere mensen. Nou, dat vind ik ongelooflijk. Ervaar ook. Zo heb ik nou ook na zitten denken van ja, Iris is een mysticus. Dacht ik van ja, mystiek, mysterieus. Maar dat is allemaal fijn. Want dat is een methode van dingen onder woorden brengen waarvan wij nog niet zo goed weten hoe het werkt. Als ik heel goed nadenk over het heelal, begrijp ik er helemaal niets van. Nou, dat is op zich. Wat je feitelijk zegt is, ik ben op zoek naar mezelf. Wie ben ik? En wat is mijn blueprint? Wat is is mijn genetische informatie en wat zit er in mij?
Er gebeuren dingen die wij nog helemaal niet weten. Dat dit niet het enige is. Dat de aarde waar wij mensen op leven, dat niet het enige is in het hele stelsel. Er zijn enorm veel aardes. En er zijn enorm veel plaatsen waar leven wordt geleefd. En sterker nog, wat ik mezelf niet kan voorstellen, maar wel gezien heb, dat alles parallel is. Dat alles op hetzelfde moment aan de gang is. Laat ik over mezelf spreken. Ik ben me bewust van dit leven. In dit leven word ik Iris genoemd. Ik ben geboren in Utrecht op die en die datum. In een bepaalde biologie. Ik ben een vrouw. En met wat DNA-informatie van mijn ouders. Veel DNA-informatie van mijn ouders. Een stuk van mezelf. Maar in ieder geval, het is een biologie. Het is een astronomie. Want het is ook een bepaalde tijd van het jaar. De plaats van de zon, de plaats van de maan heeft er allemaal mee te maken. Alles heeft te maken met dat moment dat jij op deze aarde nu bent geboren. En dat is niet toevallig dat hier is. Dat is ook een orde, dat zit in die orde. Er zit een soort lotsbestemming, zou je het ook kunnen bijna noemen. Er zit een soort lotsbestemming. Het is de bedoeling dat jij dingen ervaart. Jij hebt dat talent om ervaringen in het leven op te doen. Je hoort wel eens van, jeetje, nou, die overkomt dat altijd. Dat is niet voor niks. Dat zijn jouw ervaringen die jij in jouw blauwdruk hebt zitten. Iris van Haren, ik heb een afspraak hier. Ja, zeker. Kom binnen. Ja, bedankt. Hier heb je dus echt de oude boeken, hè? Maar die zijn waanzinnig. Oh. Ja, is precies. Nou, dus je hebt hier allerlei boeken van Jacob Boehme, gewoon in de oorspronkelijke edities. En dat is niet alleen van hem, maar dat is ook van Eckhart en van wie je ook maar verzint. Dat is hier dus die hele traditie van, zeg maar, denken gebaseerd op ervaring. Daar komt het in feite op neer. Hè? De ervaring is primair. Ja. En het redelijk nadenken erover van, wat heb ik nou eigenlijk beleefd, dat komt later. Kijk, dit is van een volgeling van Jacob Boehme. En dat is ongelooflijk interessant, want hij zegt hier dat hij in dit boek een korte samenvatting en een toelichting geeft op de werelden in de mens. De ervaring is primair. En nou ja, dat is wat jij kent. Je hebt eerst ervaring en dan ga je proberen daar wat orde in te brengen en te begrijpen. Dan kom je bij jou op jouw blauwdruk uit en een ander die komt weer op iets anders uit. Hè? Maar het is altijd secundair. Het denken, in de religie überhaupt ook hoor, is altijd secundair ten opzichte van de ervaring. Even om iets aan te geven dat het niet alleen om een teksttraditie gaat, maar ook een verbeelding van die hermetische traditie. Het enige wat je dus eigenlijk hiervan heel goed moet onthouden, dat is dat jij in een hele lange traditie staat. Ja. En dat er dus niet iets bijzonders is. Nee. Ik weet, mensen die mystieke ervaringen hebben, dat is een heel bekend gegeven, die houden dat vaak heel lang voor zich, omdat ze denken, nou ja, iedereen zegt, je bent geschift als je zoiets krijgt. Totdat je tot ontdekking komt dat je helemaal niet de eerste bent, maar dat er honderden mensen geweest zijn die dat gehad hebben. Ja. En dat is natuurlijk het interessante, ja. Eigenlijk. Dat is ook het bemoedigende. Ja, het is heel bemoedigend. Dat je niet alleen maar toch een beetje een psychische afwijking hebt. Hè? Als je eens wist wat er voor een plakkaatje ik al op mijn voorhoofd heb. Oh, dat zou best kunnen, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik dacht, omdat ik dat diepe vertrouwen, dat heeft mij
nooit verlaat. Ja, nou, dat is iets wat je altijd bij mystici aantreft. Hè? Ja. Die Erik van Ruysbeek, als die heeft ook, die begint al heel vroeg, in zijn tienerjaren krijgt hij dus al van dat soort visioenen en wonderlijke ervaringen van samenvallen met het al en zo. Die heeft precies diezelfde ervaring. Die verbergt dat. Die wil dat niet laten zien totdat op een gegeven moment zo manifest voordat hij zei, ja, ik moet er toch over gaan praten. Maar die was ook al 51 voor zoiets, voordat hij echt zijn definitieve openbaring ontving. Hè? En dan ook die absolute zekerheid van, het is zo. Ja. Het weten, ik weet alles. Niet dat ik de dingen exact weet, dat je precies uit kan leggen hoe iets zit, maar ik doorzie, ik begrijp het. Op een metaniveau is er een totaal begrip. Die mij droeg op adelaars vleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte. En als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wieken en weer opgegroeid. We bestuderen de teksten zoals deze, bronteksten, maar ook de reflecties van wetenschappers daarop. En dat is nog steeds best wel vanuit de wetenschappelijke onderzoeksmethodologie. Ook al is daar natuurlijk ook, er zijn ook paradigma's gaande. En er is best wel een paradigma shift nu gaande, zoals ik hem tenminste bemerk bij ons op de universiteit. Maar wat er met jou gebeurt is natuurlijk fantastisch, want dat gaat net een laag dieper. En dan komt het in het hart binnen en het hart gaat over de gnosis. En hoe is het voor jou om professor Dr. Roel van den Broek voor het eerst te zien? Want ik geloof dat. Nou ja, fantastisch, want natuurlijk het Corpus Hermeticum is eigenlijk de brontekst van de hermetica. En daar heb ik me nog allemaal bezig gehouden. Ja, het is een oervader eigenlijk die hier soort van staat. Voor het vakgebied. Dus, en ik had hier nog nooit gezien, dus ik vind het wel bijzonder. In 2006. Toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Toen ben ik ook bij haar thuis geweest. Eigenlijk vooral doordat ik erg in haar schilderijen geïnteresseerd geraakt was. Maar vooral ook door haar boekje. Dat toen uit was en dat ik gelezen had. En ik heb haar dus al die tijd eigenlijk wel een beetje gevolgd. Zo wat op haar website en zo verscheen. En in de loop van vorig jaar heeft ze gevraagd, nou ja, of ik eens met haar wilde komen praten. Dat hebben we dus gedaan. Dat heb ik later nog eens een keer gedaan. Echt expres, heel expliciet over haar, haar ervaringen. En hoe zij daar tegenaan kijkt. En hoe zij dat in een systeem probeert te brengen. Dus dat is eigenlijk zoals wij elkaar kennen. Ja, en even, wat interesseerde u zo in dat boekje? Een glimp van van een andere werkelijkheid. Hè? Dat zij dus, dat ik in haar een moderne mystica zag, onmiddellijk. Hè? En die ervaringen die toch heel extreem waren, ze nu en dan natuurlijk bij haar. Hè? En dat fascineerde mij. Maar ook haar schilderijen. Ik vind die schilderijen, ik begrijp niet dat die niet bekender zijn, eerlijk gezegd. Maar ja, zij houdt dat ook een beetje onder, achter het doek, hè? Dat ik denk als ze die in een galerie zouden hangen, dat die gericht verkocht zouden worden. Ik ben geen kunstkenner, maar ik vind haar hele kleurstelling en de prachtige abstracte schilderijen. Schitterend. Verleden week heeft ze ook een aantal dingen aan me verteld die in die schilderijen als het ware naar boven komen. Hè. Er zit toch, het is niet alleen maar met de ogen dicht schilderen, er is ook, wordt er wel bij gedacht toch nog. Ja, dat is een uitdrukking van Iris zelf. Die zegt, die dingen schilder ik met mijn ogen dicht. Dus, ja, kom nou. Je moet om te beginnen zien natuurlijk wat dat je kleuren neerzet. En van dan blijkt dus dat ook wel. Maar zij bedoelt daarmee dat zij in een soort flow komt, waardoor dat als het ware zo dat doek opspat. Ja, en dat dus het is wel degelijk een expressie van een ervaring die eigenlijk niet uit te drukken is.
denktijd zo. En dat zijn ook haar gedichten die dat nog, denk ik, van... Je kent natuurlijk dat beroemde van... Ik ga naar huis, hè. Nou, dat is een... Dat wordt tegenwoordig bij begrafenissen en zo gelezen. Wonderlijk. Ik ga naar huis. Vandaag is het zover. Ik laat mijn lichaam los. Zeg het warm gedag. Bedankt, lief voertuig. Ik ga naar huis. Ze heeft het zelfs over, ik zie mensen die slapen. Die zijn levend dood, hè? En ze zegt, ik heb het gevoel dat ik ze moet wekken. Dat is trouwens een hele bekende gnostische en mystische uitspraak. Hè? Dat mensen slapend dood zijn, ze moeten wakker gemaakt worden. En dat is het moment van het ontwaken. Dan kom je tot jezelf. En dan zie je dat de werkelijkheid om je heen eigenlijk alleen maar een nachtmerrie is. Of een droom, of misschien een dood enkele keer een hele mooie droom. Maar niet de ware werkelijkheid. Zo wordt er in de mystiek en in de gnosis. Hè, op aarde. Het woord gnosis betekent kennis. Hè. Innerlijke kennis, hè. Geestelijke kennis, spirituele kennis. Niet 2 × 2 = 4. Je wordt wakker. En voor die tijd was je dood en je wordt nou levend. Van al die beelden die je bij Iris vindt, die vind je ook bij allerlei andere mystici. En in gnostische teksten en in hermetische teksten. Dat is, ja... Ik wil niet zeggen dat het banaal is, het integendeel. Maar het is niet exceptioneel. En daarom kun je ook zeggen dat zij typisch echte mystieke ervaringen heeft. Ik ben een boodschapper. Ik krijg een boodschap mee. En ik heb heel lang gedacht dat iedereen dat kreeg. Diezelfde boodschap, bedoel ik dan, hè? Ik dacht, ja, dat komt het moment dat iemand tegen me zegt... Ah, ik weet wat je bedoelt, ik heb hem ook gehad. Op een regenachtige, sombere dag ontdekken dat je de regenjas was voor je moeder, de veilige paraplu voor je kind. Niets van groots en meeslepend, drama en uiterlijk vertoon, maar het lichtje zijn als het even te donker wordt. Iets van een seconde of minuut, daar zijn waar je nodig bent. Even, maar wel helemaal. Wat is nou jouw product? Ik maak ruimte voor om te duiden. En duiden doe ik door middel van mijn schrijven, mijn gedichten. Ik ben aan het schilderen. En ik voer heel veel gesprekken. En ik voer gesprekken met mensen die ik tegenkom. Iris. Mieneke. Ik weet niet of het een geheim is, maar ik zie waarschijnlijk meer dan een ander mens ziet. Ik zie ontzettend veel. Dankjewel. Wat is je naam, liever? Anne van Dijk. In die kerk, weet je? Ja, die grote vrouw. Het was zoiets moois, want zij was juist een beetje afstandelijk in het begin. En ze maakte wat stoere grappen. Op een of andere manier kan ik daar doorheen luisteren. Ik weet niet hoe ik dat doe, maar ik luister daar. Zelfs weet ik niet hoe ze eruit zag, want ik zie iets anders. Ik zie iemand met heel veel... Ja, ze wilde gewoon omhelst worden. En toen zei ik ook, op een gegeven moment begon ik heel spontaan... van, als je mijn boek koopt, dan zit daar een knuffel bij. Dat begon ik gewoon spontaan te zeggen. Dat zeg je niet tegen iedereen, toch? Heb ik tegen iedereen gezegd.
En iedereen zei... Oh, iedereen wilde die knuffel. Dus ik deed mijn armen wijd. En ik gaf mijzelf open naar die ander. En ik viel vast. En dan voel ik zoveel liefde. En, dan voel ik dat die ander daardoor ook iets voelt. Of smelt. Of open gaat. Of durft dat wat er is te laten komen. En een mevrouw ook, die had ik beet. En toen zei tegen me... Ik heb zoveel last van schuld. Schuldgevoel. Ik voel me overal schuldig over. En toen zegt ze, die kerk. En toen zei ik... Lieve schat, met je mooie blauwe ogen. En opeens kwamen die twinkeltjes, want ik had haar vastgepakt, kwamen die twinkeltjes. En toen zei ik, die twinkelogen die ik nu zie... die moeten spreken. Ik zeg, want je bent verkeerd voorgelicht, al die jaren. Je bent gewoon verkeerd voorgelicht. Er is helemaal geen schuld. Onzin. En zeker niet op jouw rugje. Gooi af die tas. Die is niet van jou. Je bent gewoon verkeerd voorgelicht. En zo is het. Toen zegt ze, ja, maar dat kan ik er niet zomaar. Ik zeg, ja, nu, op dit moment kan je zeggen... Ik ben verdorie al die jaren verkeerd voorgelicht. En nu ga ik verder met mijn eigen leven. Ik schud wakker, ik schud mensen wakker. Ja. Wat zit er voor jou in? Wat zit er voor jou? Om iemand te wekken. Ik bedoel, ik zie het wel, maar ik vraag het toch. Ja, maar dat is het mooiste wat er is. Want wij zijn niet los van elkaar. En dat voel ik. Alles wat ik naar jou doe, doe ik naar mezelf. Zonder die zuiverheid word ik zo ongelukkig. Dat maakt een mens ongelukkig. Dat je op een gegeven moment ook niet meer weet, dat je een spelletje loopt te spelen de hele dag. De hele dag spelletjes loopt te spelen. Ik wil dat het overkomt, want het is voor iedereen, snap je? Het is voor iedereen. 100 bloemen mogen bloeien, grond en lucht genoeg. Voor alle zadenknollen aan je liefde. Stenen moeten stenen blijven, mensen vliegen hoog als goden. Maar de zuring en de klaver mogen bloeien honderdvoud. In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, toch de labyrint van woorden, woont een mens op breken been. Tranen bijna blind van zoeken naar een plek die water geeft. Hier op het terrein heb ik Iris ontmoet. Iris die was aan het werken bij de vijver. En ik ging even naar buiten om een sigaretje te roken. Dus ik ging er even bij zitten. En we raakten in gesprek. En uiteindelijk zei ze iets van... wij zijn hier op aarde om mens te worden. En dat pakte mij. Dus dat wekte een bepaalde nieuwsgierigheid. Want oh ja, hoe dan? We zijn toch gewoon mens? En hoe zie je dat? Dus dat was eigenlijk het moment dat ik een beetje nieuwsgierig werd. En dacht van, wie is Iris dan? En waarom vindt ze dat? Ik ben antropoloog. Cultureel antropoloog. En dat is niet zozeer mijn beroep, maar dat is gewoon een manier van kijken. Ik heb dat gestudeerd. En wat het inhoudt is dat je mensen eigenlijk bestudeert in hun culturele context. Ik zie Iris als een vrouw die niet zozeer in extreme leeft, maar zeg maar in de dingen die ze meemaakt wel in zijn extreme kan ervaren. Ik zie wel in de ontmoetingen die ze heeft met mensen wat voor impact ze kan hebben op de mensen om haar heen. Of zeg maar zodanig goed kan begrijpen dat ze ook precies op dat moment het juiste kan zeggen. Zodat dat
uiteindelijk weer de vertrekpunt zijn waar een ander mee aan de slag kan gaan. Mijn opdracht, mijn missie, mijn blauwdruk is om mensen wakker te maken. Niet zozeer dat ik hem vertel hoe het in elkaar zit, want ik weet het voor hen niet. Maar dat zij zelf dingen herkennen, dat ze ja, dit herken ik, dit voelt als waar van binnen. En dat is al een, dat is een hele stap, dat is een soort wakker worden. Oké, en dan ben je wakker. En dan wordt het spannend. Want durf je dat? Durf jij te leven wat jij van binnen voelt wat waar is? Want dat is de tweede stap. En vaak begeleid ik mensen daar in de loop der jaren ook nog mee. En begeleiden is vragen stellen. Zich veilig laten voelen. Dat mensen zichzelf veilig voelen om hun blauwdruk te leven. Om hun leven te leven. Mystica zegt mij wel iets als antropoloog. Ik denk dat je als eerste het zeg maar moet onttrekken uit het christelijke component. Of als iets religieus, als de mystiek iets als religieus zien. Ik denk niet dat dat de juiste invalshoek is. Ik weet eigenlijk zelf niet zo goed wat een mystica is, maar vaak genoeg is het een bedoelt men daar een wijs persoon mee die in het onzichtbare kan kijken. Of dingen probeert te duiden die onzichtbaar zijn. En daar dan zijn bevindingen uit onttrekt en vertaalt. Vertaalt naar mensentaal. Dus als ik dat er overheen zou moeten leggen, is dat denk ik wel wat Iris doet, ja. In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, toch de labyrinth van woorden, woont een mens op breke benen, lelie van het veld, met ogen, tranen bijna blind, van zoeken naar een plek die water geeft. Ik ken ze zelf niet, die ervaringen. Ik moet het met andere dingen doen. Met taal vooral, hè? Binnen de taal. Maar ik luister wel goed naar haar als ze daarover praat. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Ik heb wel meer mensen ontmoet met soortgelijke intuïtieve, moeilijk te verwoorden inzichten. Ja, dat interesseert mij wel. Ik heb dus niets van, oh, wat een occulte onzin. Ik bedoel, dat heb ik wel eens bij dingen, maar hier helemaal niet bij. Maar ik kan het niet volgen, als je praat, ik bedoel. Hè? Dus ik heb haar horen zeggen, ja. Ook voor die troost, als mensen wisten wat de dood echt is, dan zouden ze niet meer bang zijn. En dan denk ik, ja, dat vind ik, vertel dat dan maar, leg dat dan maar uit. Hè. Zoals Pim van Lommel ook dingen beschrijft, waarvan ik denk, nou, ik hoop dat het zo is. Hè. Ja. Maar verder kom ik niet. Nee. Ik zeg, wat wil je ermee? Hè? Ze zegt, als andere, hè, wat je ook zegt, als ze het zouden weten, dan zou dat troost geven enzovoort. Dan zeg ik iets. En daarmee raak ik iemand blijkbaar en dan maak ik hem wakker. Hè? Zo een beeldspraak. Nou, een doodgewone, hele aardse meid. Maar blijkbaar met iets wat ik me niet kan voorstellen. Want ze krijgt wel dingen voor elkaar, zei jij toen. Ja, ja, ze is natuurlijk handig, ze is kundig, ze heeft heel veel. Ja, ze krijgt heel veel voor elkaar. Maar dit talent, wat jullie nu proberen
in beeld te brengen, bijna, hè, dat ontsnapt daar toch aan. Hè? Is het waar? En dan denk ik, want mijn hoofd weet niet of het waar is. Mijn hersenen weten dat niet. Daar ben ik veel te beperkt voor. Maar dat is mijn toetssteen geworden. Vanaf dat moment wist ik, dit is heel belangrijk. En het heeft me verpest voor altijd. Verpest voor altijd? Ja, ik kon niet meer naar school. Woorden zijn belangrijk. Maar niet alleen die ik schrijf, maar die ik denk, die ik zie, die andere mensen denken. Nou ja, dat probeerde ik natuurlijk te vertellen tegen mensen. En? Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel wenkbrauwen een half jaar omhoog zien gaan. Je was het gekke meisje van de school. Ja, hoor. Ach ja, ach ja, Iris, ja. Nee, ik werd niet serieus genomen. In de hele mensgeschiedenis zijn deze ervaringen gemeld. In de middeleeuwen hadden we de mystieke ervaringen. En je kan het ook hebben bij meditatie. Je kan het hebben bij ernstige depressie, existentiële crisis. Kan je dit hebben? Je kan het hebben bij isolatie, schipbreukelingen. Astronauten hebben het ook gehad. Dus je hoeft niet bijna dood te zijn voor dit soort ervaringen. Ik had ooit in 1969, ik ben cardioloog, voor het eerste verhaal gehoord van een patiënt. Dat was de tijd dat we net hartbewakingsafdelingen hadden. Dus dat was net in het begin van mijn opleidingstijd hadden we een patiënt die we konden reanimeren. Een paar keer gedefibrilleerd is en hij kwam bij. En ik was de dienstdoenarts uitermate tevreden, dat was gelukt. En de patiënt was heel erg teleurgesteld. Had mooie muziek gehoord, licht gezien, prachtige herinneringen. Dus hij was heel erg teleurgesteld dat hij terug in dat lichaam was. En toen ben ik uit wetenschappelijk nieuwsgierigheid gaan vragen. En toen had ik in 2 jaar tijd van 50 patiënten die een hartstilstand hadden overleefd, 12 verhalen van een bijna doodervaring. En dat kon dus niet. Want volgens het concept dat bewustzijn een product is van de hersenen, kan je geen bewustzijn ervaren, laat staan een helderder bewustzijn dan de mens ooit hebben gehad op het moment dat de hersenfuncties zijn uitgevallen. Ja, er zijn nogal veel mensen die er moeite mee hebben. Ook in de wetenschap. Misschien ook wel juist in de wetenschap. Omdat het tegen het huidige paradigma ingaat. Het gaat tegen het huidige materialistische wereldbeeld en materialistische wetenschap in. Uit de kwantumfysica kunnen we ons afvragen of materie überhaupt wel bestaat. Want in kleinste deeltjes is er niks. Dus zo'n stoel is leegte. Is 99,999% leegte, gevuld met informatie en energie, maar het is leegte. Materie bestaat als zodanig niet op het kleinste manier. Het is leegte met informatie en energie. En verder weten we dus ook uit de kwantumfysica, als analogie, niet als verklaringsmodel, dat alles hangt met elkaar samen, buiten tijd en afstand om. En de mensen met zo'n bijna doodervaring vertellen dus dat alles tegelijkertijd aanwezigheid, verleden en toekomst toegankelijk was. Maar dus onderzoek bij hartstilstandpatiënten is belangrijk om te zeggen, het bewustzijn kan geen product zijn van de hersenen. En als je ziet dat de verandering daarna is dat de mensen die verhoogde intuïtieve gevoeligheid hebben, die informatie binnenkrijgen, betekent dat normaal de hersenen in mijn ogen functioneren als interface, als zendontvanger. Je ontvangt informatie uit je bewustzijn en je zendt informatie uit je lichaam en je zintuigen naar je bewustzijn. Dus het bewustzijn is niet een product van de hersenen, maar je hersenen maken het mogelijk, die faciliteren het feit dat je bewustzijn kan ervaren in je lichaam. Maar je bewustzijn zelf is non-lokaal, buiten tijd en ruimte, altijd aanwezig. En die toegankelijkheid is dus toegenomen na zo'n bijna doodervaring. Dus ze ontvangen niet meer kanaal 1 je eigen bewustzijn, maar kanaal 2, 3, 4 en 5 bewustzijnvelden van anderen komen ook binnen. Van de radio staat op alle zenders. Alle zenders staan open. Dus je bent open gegaan. En dat geldt ook voor Iris, naar haar lichtervaringen. Dat ze dus open staat. Ik zeg maar, ik ben... Ik zie heel veel... Ik zie het niet met mijn ogen, maar met mijn binnenoog.
Ik zie heel veel dingen en ik ben niet zo goed in modellen. En dan, hoe kan ik nou een model maken? En dat model is steeds hetzelfde. Waarom accepteer je niet dat datgene waar je het over hebt, dat je daar dus dat je dat niet kunt aanwijzen? Ik accepteer het wel, maar mijn. Kijk, ik zit hier niet van, oh, ik weet het allemaal al en dit en dat. Nee, ik kom elke dag weer. Zie ik, oh, maar dat heeft daarmee te maken. Het is werkelijk een waanzinnig verhaal. Maar het is wel heftig. De ervaring om ermee om te gaan is een trauma. Het is een spirituele crisis. De inhoud van de ervaring is prachtig. Dat is de heimwee die de mensen hebben. Ze hebben een heimwee naar de ervaring omdat het zo prachtig was. Maar om dat te accepteren, dat je die ervaring hebt gehad, dat je niet gek was, dat je niet de enige bent met zo'n ervaring, omdat communicatie erover niet mogelijk is. Er zijn geen woorden voor. Het is niet in woorden uit te drukken. Ze zeggen altijd, op het moment dat ik erover heb gesproken, maar het was anders. Mensen die gaan schilderen, zoals Iris, proberen die gevoelens van de ervaring uit te drukken, maar zeggen altijd, maar het was anders. Er zijn geen woorden voor. En de woorden die je zoekt voor zo'n ervaring worden bepaald door je achtergrond, cultuur, religie. Dus een kind verwoordt het anders dan een volwassene. Een christen anders dan een atheïst, zoals een moslim of een hindoe of een boeddhist. Dat je zoekt woorden uit je eigen achtergrond. Ik zeg alles als een grapje. In India krijg je een felicitatie als je zo'n ervaring hebt. En in West-Europa wordt het afgewezen als onzin. Het gaat niet over mij, het gaat over iets heel groots. Wij zijn er allemaal onderdeel van. Allemaal. Ik ken Iris van haar begintijd in Bilthoven. Daar kwam zij wonen. En de kamer waar zij woonde en mijn werkkamer en mijn huis. Er zat alleen de tuin tussen, maar dat grensde aan elkaar, zal ik maar zeggen. Dus wij zagen elkaar heel regelmatig in de tuin. En in de tuin hebben we ons eerste echte gesprek ook gehad. Ze heeft me op een bepaalde manier wat opener gemaakt, geloof ik. Ze is zo ontzettend spontaan. Dat ze samen boodschappen lopen te doen, dan staat ze in één keer, krijgt een dikke zoen van haar, bijvoorbeeld. Ja, het is heel ontwapenend. Deze heeft geen licht nodig. Die geeft licht, geeft zelf licht. Deze heb ik bijna in donker geschilderd, hè? Op zijn kop. Ik heb hem niet geschilderd. Ik was echt gewoon in trance. Die mij droeg op adelaarsvleugels. Maar de manier waarop zij binnenkomt, en meteen iedereen. Dan sta ik er bijna, denk ik. En ik ben er natuurlijk ook aan gewend, hè? Dat ze zo dominant is. En van mij mag ze dat ook. Ze is ook natuurlijk. Ze is ook speciaal. En dat moet je in de loop van de tijd doorkrijgen. En ze hebben me allemaal al een keer meegemaakt met een huilpartij. Jank. Het zijn denk ik mensen die niet doorhebben wat er bij Iris speelt. Wat dat mystieke is. Dat grenzeloze, dat eindeloze, dat voor 200% ergens voor gaan. Dat weten wat hoofdzaken zijn en wat bijzaken zijn. Je niet bekommeren om alle mogelijke luxe en weet ik veel. Zien we een peuk? Je zielshart met jezelf verbinden, daar zijn twee harten in. Ja. En als je die verbindt, dan weet jij hoe je bedoeld bent, wat jouw blauwdruk is. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat jij leeft zoals je bedoeld bent. Ja, voor mij is mijn zus altijd mijn grote voorbeeld geweest. Ik heb meteen dat beeld van een boom. Je hebt een zaadje en dat zaadje, dat, als je het ergens in de grond zet en je voedt het, dan gaat het groeien. Die boom, dat wordt echt een boom, dat wordt echt geen kanariepiet. Het gaat echt groeien.
En het heeft echt naar die beweging. Op het moment dat het daar ook gaat groeien, het wordt nooit niks tegengehouden. En ik merk dat Iris daar heel, heel goed naar kan luisteren. Wat verlichting is, dat je het contact hebt gevonden in je eigen leven met de betekenis van je leven. En dat je dus dat je eigen universele kiemkracht gevonden hebt. En als je dat weet, je wortels hebt gevonden, dan weet je ook welke vruchten er aan die boom komen. Niet eerder. En dat is wat Iris doet. En die oogst, die heeft ze al lang aangeraakt. En daarmee, dat wortel neemt alleen maar toe. En dat wil ze aan de wereld geven. Dit zijn universele resonanties. En dat is Iris. Iris heeft ergens een veld waar zij resonanties voelt. En je kunt dat psychotisch noemen, maar dan is dat een kwestie van definitie. Je kunt het verschil tussen een psychoticus en een mysticus heel snel vinden. Ze springen alle twee in het diepe, maar de mysticus kan zwemmen, de psychoot niet. Dus iemand met zo'n ongelofelijke spankracht in haar ideeën is een mysticus. Of ze had te lang onder het spanlaken gelegen. In een psychiatrische kliniek. Zo simpel. Maar universaliteit gaat altijd over resonantie. Ieder mens zou eigenlijk het liefst contact maken met watgene wat hij het liefste wil. Zijn broncode. Net zoals een beukennootje. De hele wereld vol met beuken wil zetten. Zo wil ieder mens vanuit zijn broncode de hele wereld verrijken met zijn oogst. Ik word altijd zo vrolijk van die kerkklokken. Ik wil de mensen vertellen dat ze... dat niemand verloren is. Nooit. En dat hoe dichter je bij je binnenste zelf, je innerlijk weten, leeft... zal je meer mens zijn. En ook al is soms de weg moeilijk, kan je ook bijna zien als een compliment. Ik vertel dat ook aan mezelf. Ik zeg ook wel eens tegen mezelf: goh, je hebt waarschijnlijk al heel veel ervaren dat je zoveel moet meemaken. Ik heb ooit een tijdje met een oude priester kunnen praten die alles begreep wat ik bedoelde. Toon van Buren. En Toon van Buren die werkte dus op de Willem Arnsthoeve. En ik was al een paar keer uitgenodigd om met hem te praten, maar ik durfde daar niet te komen. En toen vroeg iemand mij, waarom durf je daar niet heen? En toen zei ik ben bang dat ik er nooit meer wegga. Dat iemand zegt, oh... ja, maar jij moet hier blijven. Je bent gek. Je bent gek. Je bent volslagen gek. En je hebt het heel goed verborgen kunnen houden. Dus ik durfde er helemaal niet heen. Waar ik diep van overtuigd ben, laat ik het zo zeggen, dat al deze mensen, of ze nou uit een wat meer Indische traditie komen of uit het Westen, dat al die mensen uiteindelijk spreken over een grondervaring die in feite in zijn diepste kern altijd hetzelfde is. En wat inhoudt een... ja, hoe moet je dat nou zeggen? Een samenvallen met het al. Een weten, dit is mijn plaats. Waarin alle dingen met elkaar samenhangen. Het samenvallen van de tegendelen. Hè? En dat wordt ervaren. En dat wordt ervaren als een bevrijding, als een...
als een opgaan in het al, als een alles weten, alles begrijpen, inzicht in de samenhang der dingen, van dat soort, dat is eigenlijk de grondervaring. Al dit soort teksten, bij al dat soort mensen, daar hoef je niet een groot intellectueel voor te zijn. He, wat je bij Iris ziet, dat, maar ook bij anderen, dat het ineens in je slaat. Dat ineens het licht aangaat in het pikdonker. Kijk, dat kan bij iedereen. Ik ga naar huis. Vandaag is het zover. Ik laat mijn lichaam los, zeg het warm gedag. Bedankt lief voertuig. Ik ga naar huis. Dit is mijn grootste reis, terug naar jou, mijn lieve schoot. Ik ga niet dood, maar stap in ander leven. Ik ga naar huis. Ik ga